Wauw mensen, welkom bij een nieuwe video. En vandaag ben ik hier niet alleen. Ik ben hier met een speciale gast, een bijzondere gast. Oh, te vroeg hè? Te vroeg. Ik ben hier vandaag met een bijzondere gast. The one and only. De light heavyweight champ, de heavyweight champ. Hey bro. Vandaag ben ik hier met de one and only, Saad El Meimouni. Ja. We zijn er. Vandaag heb ik Saad naast me meegenomen om een video op te nemen. Saad is mijn day one, die ik anderhalf jaar ken. En dan moet je ook gaan nadenken. En er is veel gebeurd in anderhalf jaar. Ja, kennen. Iedereen heeft wel die ene vriend of vriendin die niet zo lang kent, maar wel het gevoel heeft zeg maar, dat die al zo lang gewoon in zijn leven is ofzo. Ja, maar dat is echt oprecht, dat gevoel, ik ervaar het echt oprecht ook gewoon. Dat heb je gewoon met sommige mensen af en toe. Saad heeft onder andere mij geholpen met het in elkaar zetten van mijn huis. Dus mogen we ook even een applausje? Ik vind het een applausje waard. Elke keer als ik hier terugkom, kom ik en denk van ja. Wow, mijn vader kan trots op me zijn. Vandaag gaan we het met jullie hebben over onze fietstocht naar Antwerpen. Wat we daar vorig jaar gedaan hebben. De mensen die ons al een tijdje volgen, die weten ervan. En de mensen die niet weten, die gaan alles horen in deze video eigenlijk. Wij zijn vorig jaar in de Ramadan zijn we gefietst van Amsterdam naar Antwerpen. En dat om geld in te zamelen. En in deze video gaan we jullie daar meer over vertellen, man. Saad is met mij naar Antwerpen gefietst. Hoe dat ook tot stand is gekomen, bro. Waarom deden we dat? Was een vraag. Dat is een hele goede vraag. Dus, ik was spijt. Maar niet eens waarom. Ik zat op die video en denk, waarom? En we hebben het dus gedaan in de Ramadan. En de Ramadan komt er weer aan. Dus misschien aan het eind van de video gaan we kijken of er iets uitkomt. Andere mogelijkheden, iets. Andere mogelijkheden. En waar begon het eigenlijk? Het begon als een joke. Dat weet ik wel nog. Ik belde jou. Ik zocht. Ik dacht van, hoe vet zou het zijn om in de ochtend in Nederland te zijn en fietsen naar België weer in. Dat was die joke. Ja, dus ik dacht, wie ga ik bellen? Ik heb genoeg vrienden wil ik niet zeggen, maar ik heb er weinig die denken als poes. Kijk, weet je het is? We zijn gewoon koppig. Als je tegen mij gaat zeggen van, hey, wat kan ik dit doen en het klinkt heel gek of zo. Ik ga niet zeggen, nee, kan ik niet of doe ik niet. Test me, ik ben daar. Er zijn geen grenzen. Dat kan wel gevaarlijk zijn, maar tot nu toe is het. En de lef is goed uitgepakt. Die jongen belt me, hij zegt, wat kan fietsen naar Antwerpen dan? Misschien, misschien van, ik ga nee zeggen of zo. Heb ik echt nul keer gedacht. Ik heb nul keer gedacht dat ik zou zeggen van, nee, het wordt brood is wel ver of we hebben geen. Ik zie die telefoon. Hij maakt een joke, is hij serieus? Wil hij gewoon dat ik zeg nee? Wakka. We gingen nog andere mensen proberen te connecten van, hey, komen jullie mee? Iedereen verklaart ons als gek, hè? We gingen mensen appen, hey, lijkt het jullie leuk om mee te fietsen naar Antwerpen? Mensen hebben niet gereageerd, mensen hebben ons uitgelachen, mensen gek verklaard. Gek verklaard, ja. Tot dat moment dacht ik ook wel echt van, nee man, dit gaat niet echt gebeuren, man. Weet je, nee, ik dacht juist, zeg maar, dat is één van de twee zal zeggen van, bro. Misschien een klein beetje hersen zal gebruiken en zal denken van, hé, nee man, misschien is dit niet verstandig. Het begon dus als een grap, als een soort van, bluf. Want elke keer als we elkaar zagen, deden we, we hadden het zeg maar voor een grap, hadden we het een beetje uitgesproken van, we gaan het een keer doen. En als we elkaar zagen, dan, dat was gewoon van, hé, wat doe je dit weekend? Hé, wakka fietsen dan, wakka fietsen. Gewoon, dat werd op een gegeven moment een joke. En toen naderde de Ramadan eigenlijk. En toen was het, Toen kwam jij met het mooie idee van, als we gaan, kunnen we dus goed geld inzamelen. Dan gaan we goed. Omdat de Ramadan naderde, hadden we gewoon iets van, fietsen naar Antwerpen, dat is iets wat niet iedereen doet, wat eigenlijk niemand doet. En ik dacht, omdat het zoiets bijzonders is, is het misschien een mogelijkheid om geld in te gaan zamelen en er iets moois van te maken. Omdat je weet dat het voor een goed doel is en dat maakte Antwerpen wel wat dichter. Ja, maar dit heeft je wel kracht gegeven. Man. Maar, dat was toch zin? Weet je wat ik trouwens ook even wil zeggen, gewoon even tussendoor? Ik ga dit allemaal editen, toch? Dus besef dat ik gewoon midden in deze video gewoon stukjes kan pakken en dan doe of juist geldwoorden kan zeggen. Dat ik gewoon ga blurren. Dus even dat jij nu iets tegen mij zegt. Oh, hey, je bent raar, man. Wat zeg je allemaal? Het is normaal, man. Jij bent vreemd, man. Nu durf je niks meer te zeggen, hè? Hey, bro, niet. Nee, ik maak jokes. Nee, ik ga het echt niet meer doen. Oké. Okay. Serieus. Ja. Hoe zwaar kan fietsen zijn? Dat is wat we
Ik denk, zo ging ik in ieder geval even. Hoe zwaar kan het zijn? Antwerpen. Acht uurtjes. We hadden het gewoon onderschat. We hadden niet voorbereid. Niet van tevoren gesport. We gingen gewoon best wel onwetend erin, inderdaad, zoals hij zei. En ja, wij begonnen dus te fietsen. We gingen voor de mensen die het niet hebben gevolgd, dus die nu pas een beetje instromen in mijn leven op social media, wat een hele lange pauze heeft gehad, wat heel lekker was overigens. Wij gingen dus fietsen in etappes. Wij gingen om de drie uur gingen wij wisselen. Eerste twee uur, mensen. Wij beginnen met fietsen. Fietsen. Of ik begin met fietsen, sorry. Zou dat wat vertraging? We gingen fietsen. Mensen, ik ben nog in Amsterdam. Amsterdamse bos, ik weet nog goed. Ik zie op een gegeven moment bordjes Amstelveen. En ik ben moe. Ik ben gewoon moe, mensen. Ik denk, ik begin te hijgen. Ik begin te zweten. Ik denk, nee toch. Ik ben niet eens Amsterdam uit. Ik moet nog helemaal naar Antwerpen. Zij was nog niet onderweg naar de eerste punt. Ik denk van, oké, is dit verstandig? Ik heb echt een moment gehad. Ik heb niet tegen jou gezegd, want ik wil niet die motivatie eruit halen, weet je wel. En ik denk, oké, zeg maar, heel even eerlijk tegen jezelf zijn. Als jij nu al moe bent, je bent nog niet eens Amsterdam uit. Hoe ga jij naar Antwerpen? In ieder geval, knop omgezet. Je krijgt continu de hele tijd lieve berichtjes binnen. Dat maakte het wel echt, zeg maar, dat iedereen je zo positief, dat iedereen die positieve berichten stuurde, dat iedereen gewoon die lieve berichten stuurde, dat maakte het voor mij in ieder geval echt oprecht, dat ik dacht van, oké. Die kracht. Dat gaf me wel echt meer energie. Ja, nee, dat ik ook, man. Gewoon die boost of zo die je voelt. Ja. Dat was chill. Fietsen. Ik kom Aalsmeer, ik kom in Alphen aan de Rijn. En dit was nog, zeg maar, overdag. Dus we waren hier aan het vasten. De dorst kwam op een gegeven moment, die kikte wel in. Het begon best wel zwaar te worden. Gelukkig was Alphen aan de Rijn de spot waar Zuid mij over zou nemen. We hadden toen afgesproken bij een moskee daar ergens. Het was ook lastig gebed, volgens mij. Die hadden we daar kunnen bidden. En toen had Zuid het stukje overgenomen. Kijk, toen ik het over had genomen, ik ging al snel eigenlijk langs boerderijen. Tenminste, langs het platteland en zo. Ja. Waar ik had een klein stukje dorp en toen al heel snel platteland en zo. En dat was wel mooi, want het was voor Maghrib, dat wanneer we mogen iftar, daar mogen we gaan eten. Het was bijna tijd. Ja. En het was echt mooi, omdat ik die zonsondergang. De lucht is dan altijd zo rood. Ja, zo, en het was echt mooi. Dus ik genoot er op dat moment van. En toen zaten we ook al op de 1200 euro, zo 1500 euro. Daar had ik ook toen gefilmd. Dat speelt dus ook oprecht een rol. Want stel dat jij aan het... Wij waren op een gegeven moment... Wij begonnen met de fietstocht. En we hadden het doel dat wij voor ogen hadden, dat we al lang al bereikt. Ja. En we zaten toen op... Want de eerste dag toen we het hadden aangekondigd... Ja. Toen hadden we al iets van 1000 euro. En toen dachten we al van, hey bro. We zijn er. Het zat wel mee dat wij gedurende onze fietstocht werd er natuurlijk gedoneerd. Het werd gedeeld. Ja. Dus op het moment dat jij fietst en je ziet van, hey, nog een waterput erbij. Terwijl je fietst, dan haal je daar wel je kracht uit, man. Dat maakte zeker wel wat extra energie aan. Tussen Alphen aan de Rijn en Rotterdam, daar hebben we waren wel mooie plekken. Dat was heel mooi, want toen ik van Zoetermeer ging weten... Nee. Voor Rotterdam hebben wij iftar gedaan. Ja. Ook bij zonsondergang, dat was mooi. We zaten ook aan een weiland. Ja, deze man ging fietsen dus. Deze man ging fietsen dus vanaf Alphen aan de Rijn richting Zoetermeer. En dat was een dorpje voor Rotterdam. Had ik ongeveer uitgerekend van daar komt Zuid aan en dan moeten wij daar iftar doen. Onze moeders... Barkelau Vehum, sowieso. Dikke SO naar iedereen, nee toch? Naar iedereen zijn moeder. Oh, dat klinkt. SO naar alle moeders ter wereld. Want moeders hebben bepaalde dingen wat, nee toch? Wat andere mensen niet hebben, daar geloof ik echt in. Had jij eraan gedacht om eten mee? Ik je niet. Nee, dat is niet voor mij. Maar dat is het ook. Ik denk sowieso moeders, vrouwen in het algemeen, die denken aan wat andere dingen dan dat mannen denken. Als je zo'n fietstocht gaat doen. Want ik dacht echt niet aan... Iedereen denkt anders dan dat wij denken. Ja, dat is het. Onze moeders hadden gewoon eten voor ons voorbereid. Ze hadden lekkere hapjes. We hadden genoeg eten. Dus dat zat sowieso in de auto. Terwijl zij de etappe aan het fietsen was. En ik ging nog even langs een snackbar volgens mij. Om nog gewoon wat warme maaltijd te halen. En ik wist ongeveer waar zij het kwam. Daar hadden we afgesproken. Ik had een kleedje had ik neergelegd. Ik had al die eten dat ik zelf was voorbereid. Heb je die foto's nog? Ja, die foto's gaan we nu in beeld. Die foto's gaan nu in beeld. We hadden dus eten. Ik had gewoon zo'n picknick. Gewoon romantisch was ik gewoon daar. Ik had gewoon mooi zo neergelegd. Zo zonsondergang. Je ging zo eten.
We gingen ook een beetje live, we gingen kijken hoeveel geld we hadden ingezameld. We gingen alle lieve berichtjes checken. En er kwamen ook mensen, die kwamen op een gegeven moment ook langs ons, want wij waren echt met zo'n picknick kleed. En die gingen ook met ons praten van, hey, wat doen jullie en hoe en wat. Ik weet nog dat er twee jongens toen bij ons bij die kleed kwamen, die toen met ons gingen praten en zo. En wij gingen toen op een gegeven moment een joke maken, gewoon tegen elkaar. We gingen zeggen van, gaan we nu zijn bike aan nakken? Twee jongens, die kwamen bij ons. Het is gewoon een joke, hè, mensen. Wij zouden dat nooit doen, natuurlijk. Nee. In ieder geval, wij kwamen mensen die kwamen gewoon met ons praten. Hey, wat doen jullie hier? Want wij gingen ook gewoon met trots zeggen van, wij zijn onderweg naar Antwerpen. En er waren twee van die wat jongere jongens, echt een beetje van die hangtypetjes en zo. En die zeiden van, oh, wel laat voor jullie en zo, dit en dat. En ze gewoon een beetje stoer doen. Dus ik zei, ik zei op een gegeven moment tegen Zuid van, want hij vroeg van, waar is jouw fiets? En ik weet nog dat ik gewoon iets zei van, nee man, die heb ik niet, maar je gaat me jouw fiets niet geven. Nee man, dit heb ik nog nodig morgen voor schorren. We hadden daar gewoon echt, we hadden gewoon lekker gegeten. En ik weet nog dat vanaf dat moment kreeg ik weer nieuwe energie. Je weet toch, je hebt gegeten. Ik voel je gewoon weer fris. Je bent weer fris. Je bent gewoon weer nieuw. Je kan er weer tegenaan. Je had gefietst tot en met Rotterdam. Ja. En daar had ik het stokje weer overgenomen. Ik had Zuid daarop gewacht met een koude Red Bull, die was echt nodig. Oh, ja. Powerbank ook helemaal volgeladen. Wij zijn aangekomen in Rotterdam. Ik wacht op Zuid. Zuid komt aangefietst. Ik neem het stokje over. Ik fiets door Rotterdam. Ik ben in Amsterdam. Ik hou van Amsterdam. Amsterdam is nummer 1 voor mij. Gewoon sowieso in Nederland. Maar Rotterdam heeft ook best wel een mooie skyline. Moet ik toegeven. Mooie stad is het gewoon. Vooral in de avond. En daardoorheen fietsen was ook gewoon een ervaring op zich. Weet je. Want je voelt gewoon die kracht. Bro, je komt uit Noord. Dat is geen Amsterdam. Wow. Statements. Mensen, dit zijn oneindige discussies met mij en mijn vrienden. Mensen, hoor dit even. Deze gast hier naast mij komt uit Hoofddorp. Bro, je bent het bushokje van Schiphol. En dan kom je tegen mij zeggen dat Noord-Amsterdam is. Hey bro, nee, dit is zeg maar dat emotionele praatje als je weet dat Noord luister, geen Amsterdam luister, is. Noord kijk, is geen Amsterdam, het is bro. Simpel, bro. Noord is geen geschiedenisleraren, geschiedenisleraren. Bro, Marokko hoort toch ook niet bij Spanje? Je gaat toch met, jij moet met de boot naar Noord. Geschiedenisleraren praten toch ook niet over wiskunde? Dan praten Hoofddorpers ook niet over Amsterdam. Klaar, einde discussie. Ik laat het aan de kijkers Noord is over. Geen Amsterdam. Ik laat het aan Noord de kijkers over. Twee vragen. Twee vragen voor de kijkers, mensen. Mag een Hoofddorper iets überhaupt zeggen over Amsterdam? En de tweede vraag. Noord is geen Amsterdam. De tweede vraag. Is Noord-Amsterdam? Dat wil ik weten. Dus in de comments wil ik 1, 2 en je antwoord. In de comments. Ik fiets door Rotterdam heen. Mooi, mooie stad. Ik had dus begin Rotterdam gepakt tot en met Noorden. Die hele grote lange brug, weet je nog? Daar was het tering en ja! Ja! Het was donker. Oh ja, dat moet ik ook nog zeggen. Het was donker en ook in Rotterdam was het donker. En je had zeg maar plekjes waar ik doorheen moest fietsen waar geen licht was. Geen lantaarnpalen. Die bike die we hadden was niet stabiel. Het was gewoon een goede fiets. Papa, als je dit ziet, shock eraan dat we je fiets mogen lenen. In ieder geval, ik fietsen en het was gewoon eng. Je ziet niks, je weet niet waar je bent. Je bent alleen, het is gewoon, je bent moe. Dus ik fiets op een gegeven moment en wij gingen best wel veel met elkaar bellen. Gewoon om gewoon elkaar op de hoogte te houden van ja, maar hoe het gaat. Toen zaten we met Clubhouse, toch? Ja, toen zijn we dat op een gegeven moment begonnen. Toen jij in Rotterdam, toen je het ging overnemen. Wist je nog toen dat we het ook op onze Insta gezet? Ja. Zaten we samen in Clubhouse en zo begonnen het eigenlijk. Ja, want wij waren dus de hele tijd aan het bellen. En toen kwamen we op het idee van, laten we een Clubhouse chat openen. En daarin gewoon praten met iedereen die wil joinen. En dat was best wel een goed idee, man. Dat was best wel gezellig. Ik had dus gefietst tot Dordrecht. Ik had Dordrecht uitgefietst en daar wachtte Zuid mij op. En die zou, de stap maken toen om... Toen had ik fruit gehaald voor je. Dus waarom zeg je dat soort dingen niet? Zie je, je bent echt raar. Bro, ik had toen nog fruit voor je gehaald. Appel, wat wou je nog meer? Water. Ik waardeer niet. Ik kom dus aan in eind Dordrecht. Benzinepomp hadden we afgesproken. En deze jongen, mensen. Deze jongen. Lainorik. Hij staat op mij te wachten met fruit. En mensen, wat had ik zin in fruit. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel zin gehad in een appel. Oeh, ik kan hem nog herinneren, die appel. Zuid heeft me opgewacht met fruit. En dat was echt de beste fruit die ik ooit in mijn leven gehad heb. Of dat aan de kwaliteit lag of aan mijn fysieke toestand. Nee toch, dat zijn jullie om te bepalen. En daar heeft Zuid het stokje overgedragen om de grens over te gaan. En dat moment was wel... Dat moment was wel leuk. Dat punt dat wij ook tegen elkaar zeiden van... We gaan stoppen, we gaan even pitten. Ja. We hadden een tent mee. Ja, we hadden een tent meegenomen. Voor het geval dat we het dus laat zouden maken, dat we moe zouden zijn. Dan was het idee dat we zouden gaan slapen. Ja. En dat we daarna verder zouden fietsen. En we hadden gezegd, België was echt sowieso een magisch moment. Dan heb je het gevoel van, besef dat ik van Nederland naar België gefietst ben.
En aan de andere kant denk je ook gelijk van, dit is een mooi moment misschien om even te gaan stoppen. Dat hadden we ook afgesproken. Als we over de grens zijn, zoeken we een plekje, gaan we gewoon overnachten en dan morgen gaan we verder. Maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Toen kwam ik aan bij de grens. Ja, dat is maar het was ook lap onduidelijk van, zijn we over de grens gegaan of niet? Want je moet je voorstellen, je gaat niet via de autoweg natuurlijk. Je komt echt via een gekke dorp. Er was geen bord of zo. Nee. Op een gegeven moment voelden we opeens aan de weg. Ja. We waren dus in België aangekomen en we zaten daar. En we hadden een plekje gevonden op een gegeven moment. En wij zeggen maar van... Maar het was ook lap. Oh ja, dat was tussen je... In die woonwijk, toch? Ja, het was raar. Maar het was grimmig, het was platteland en links van je opeens rijtjeshuis en daarna weer... Je moet het zo zien, voor de Marokkaanse kijkers, je hebt van die wijken in Marokko dat je zeg maar huizen hebt en dan heb je gewoon, weet je toch, die lege stukken. En dan zie je die zijkant van die ossen zo met die rode muur. Ja, dat was het. Dat was het. En wij waren op een gegeven moment in zo'n wijk in België met half afgebouwde huizen en het was grimmig en... Die Belgische straatlampen zijn geel, zeg maar. Ja. Voor de mensen, ik weet niet of dat is... Voor de stukken dat ze lampen hebben. Ja. Hey, essen naar jullie. De mensen die lampen hebben, zijn essen naar jullie. Maar die straatlampen daar zijn geel en het ziet er zo grimmig uit. Dus wij hadden op een gegeven moment gezegd, want we waren echt moe. We hadden gezegd, oké, hier gaan we stoppen. Maar dat tussen twee woningen was een soort van grasveld. Hebben we gezegd, we gaan hier gewoon die tent opzetten. Wij zetten die tent, ja, een beetje... We halen hem uit de auto en we zijn moe. Een half uur zijn wij aan het zoeken naar een plek... Het is hem gewoon niet. Het is hem echt gewoon niet. België is daar echt niet voor gemaakt. Nee. We zijn België echt aan het afbranden. Nou, Essen naar België. Essen naar België. Daar niet van, maar nee. Je moet echt aan heel veel dingen werken. Ja, maar dat is omdat wij die belasting betalen, je weet toch. Wij zijn er een half uur aan het ploegeren. We zijn aan het kijken van, hey, joh, waar gaan we het nou doen? We kijken elkaar aan van, wat moeten we doen? We weten het niet meer. Gaan we slapen? Nee, want over 3 uur komt de zon op, want het was ondertussen... Oh ja, want toen beseften we van, hoe laat is het eigenlijk? Hoe laat is het eigenlijk? En dat laat mogen we eten. Wij zijn dus, we zien, die tent gaat hem niet worden. We zien, het gaat hem gewoon niet worden. We kijken, we zeggen, hoe laat is het nou eigenlijk? En we kijken, het was iets van, ik durf niet te zeggen wat, maar het was, we hadden nog 5 minuten of zo, niet eens. We hadden 5 minuten nog voordat het schur was, voordat je het laatste mag eten in de Ramadan. 5 minuten, wij kijken elkaar aan. Ik kon niet eens meer eten. Ik heb het volgens mij niet eens gegeten. Je had alleen water gedronken. Ik had nog alleen maar water, mensen, ik kon niet meer. Ik was, zeg maar, om die knop om te zetten, ik kon niet meer. Zij spring die auto in. Ja, nog. Hij begint eten te pakken. Ik zei, hij ketst de loop, ja, van hier. Oh ja, was nog wat loop, ja. Ja, die chili saus, weet ik wel. Die chili saus had gepakt. Zij probeert nog even snel voeding naar binnen te halen. Ik probeer gewoon nog wat water te drinken. We kijken elkaar aan. Maar we hadden ook echt niet meer veel water, hè? Nee. Het was allemaal ook nog minimaal. We hadden er echt niet op voorbereid. Nee. We kijken elkaar aan. Het is nog 3 uur voordat de zon opkomt. Dus wat ga je nou eigenlijk nog doen? Dat is wat je afvraagt. Toen had jij de fiets gepakt. Ja. Nee, want we wouden niet meer slapen. Toen zeiden we, weet je wat, fuck it, we maken het gewoon af. We hadden die fiets nog vastgezet aan een paal. Ja! Luister, ik zet die fiets vast aan een paal. Op slot. Ik had hem gewoon goed op slot gezet. Deze man... Hij was echt niet zo goed. Hij zat echt serieus goed vast. Hij zat goed vast, want we zijn maar in België. Hij was bang of zo. Hij maakte er 2 lussen op. Ik had die fiets... Ja, je was echt bang, bro. Bro, je moet je voorstellen. Je hebt... Kijk, we hebben op een gegeven moment, we waren op misschien 12 uur fietsen. Het laatste wat ik wil na 12 uur fietsen, dat mijn bike genakt wordt. Dat is het laatste wat ik wil. Dat is het zuurste wat kan gebeuren. Stel je voor, mensen, ik heb 12 uur gefietst, ik ga slapen in die tent, ik word wakker, mijn bike is gestolen. Nee, maar ik zeg eerlijk, ik kan wel vechten met de hele wereld, maar ik zeg eerlijk. We waren dus op een gegeven moment op een punt dat we zeiden van nee. Ik kan in ieder geval, ik kan niet slapen. We konden eigenlijk oprecht ook niet meer door, want we waren gewoon gesloopt. Ik kijk ze aan, zij kijkt mij aan. Ik zeg, bro, ik ga het afmaken, man. Ik kan niet meer. En vanaf dat moment weet ik wel nog, ging er wel een knopje om bij mij. En ging een soort van survival modus aan. En er ging een stand aan bij mij die ik niet eerder gezien heb in mijn leven. Want mensen, geloof me, in zulke situaties, dan ga je jezelf echt leren kennen. Fiets gaat open, zij kijkt naar mij aan. Zegt, bro, weet je het zeker? Hij ging me nog een beetje zeggen van, hey, misschien is het niet dat verstandig. Ja, toch? En als zij zegt, misschien is het niet handig. Dan moet je echt gaan nadenken. Dan moet je echt gaan nadenken. Ik doe die fiets open. Ik ga fietsen. Ik ga fietsen. Ik denk, ik moet... Ik kan niet stoppen. Staat gaan fietsen. Want ik kon niet meer zitten. Ik kon niet meer zitten, mensen. Want je blieb doet echt pijn. Je blieb doet pijn. Ik fiets op een gegeven moment. Ik zie al naar 20 meter. Ik kan niet zitten. Ik ga staand fietsen.
Maar je benen kunnen ook niet meer. Ik ga staan fietsen, je bent kapot, mensen. Ik weet nog echt dat ik op een gegeven moment aan het fietsen was, die laatste uurtjes. En ik ging gewoon huilen. Ik ging huilen, mensen. Ik ben aan het fietsen en ik word gewoon emo of zo. En ik fiets, ik denk, waarom? En toen ik denk, waarom? Dat is wat je zelf gaat afvragen. Maar je bent blij natuurlijk dat je het gaat doen. Begrijp me niet verkeerd. Ik zal het zo nog een keer doen. Dan gaan we op het eind van deze video nog op terugkomen. Maar je gaat denken, waarom? Waarom besluit ik om zulke dingen te gaan doen? Ik was echt aan het huilen, aan het strijden voor mijn leven. De mensen met wie ik in contact was, zijn op een gegeven moment uitgevallen. Want iedereen slaapt. Iedereen begint, ja. Het is 6 uur 's ochtends, mensen. Je moet je voorstellen. Zij is op een gegeven moment ook niet meer zo spraakzaam. Wat logisch is, zij is ook gewoon gesloopt. Je bent aan het fietsen staand door België heen. Je ziet mensen die gaan naar hun werk toe. En ja, je bent gewoon gesloopt. Je kan niet meer zitten. Je bent gewoon weg. Je nadert Antwerpen, mensen. Ja, je ziet het bordje Antwerpen. Je hart gaat een beetje open. Ik nader op een gegeven moment het centrum. Die weg wordt hobbelig. Dat weet ik wel nog goed. Die weg wordt hobbelig. Want je gaat een beetje van het asfalt af. En ik heb spierpijn. En ik ben aan het zitten. En ik zie in de verte, zie ik Zuid staan. Op die dam die ze daar hebben. Wat zei ik? Ik ging toen zingen of zo. Wat ging ik ook weer zingen? Ik zei het, Ilias en Yannick, die hebben een anthem. Dat zijn twee andere vrienden van mij. En dat is van die Leblet Poku. En die gaat als volgt. Ik kom daar aangefietst. En ik ben helemaal gesloopt. En ik voel niks meer in mijn lichaam. En ik zie Zuid in de verte. En ik zie Zuid zwaaien. Ja. En die komt dichterbij. En hij ziet aan mij dat ik gewoon ben. En wij weten van elkaar. Gewoon, ik weet bij Zuid en bij Ilias en bij Yannick weet ik het ook. Zeg maar dat het gewoon een beetje wat stiller is of zo, wat rustiger. En je wil diegene activeren, dan moet je gewoon, gewoon een beetje beginnen met dat nummer. Want het is gewoon een soort van ongeschreven regel. Als iemand begint met dat nummer, je moet meedoen. Als je niet meedoet, dan ben je gewoon niet daar. Dus ik ben op een gegeven moment zo op die fiets. En Zuid zegt, nee, maar wil je en ik begin, zo is dat direct! En toen zei ja, ik op een gegeven moment, gooi die fiets. Die kwam weer tot leven, gooi die fiets. We gingen van elkaar. Het moment was echt onbeschrijfelijk. We gingen een foto maken. Ik weet nog, dat was echt mijn laatste kracht. Ging ik die fiets in de lucht tillen om een foto te maken. Toen wist je van, je reis is klaar. Toen kwam het volgende. Die fiets, die moet mee terug. En toen destijds reed ik in een Citroën C1. En dat zijn topauto's. Voor de mensen die een C1 hebben, of een Toyota Aygo, of een Peugeot 206 of 106. Eén van die twee. In ieder geval, het allemaal lijken op elkaar. Topauto's. Zuinig. Wegenbelasting is bijna niks. Verzekering is niks. Dus iedereen die 17 jaar is, 18 jaar is, en die moet een eerste auto, kijk daar vooral naar. Niks te klagen over die auto. Ga altijd goed mee. Maar op dat moment, mensen, had ik niks aan die auto. Die fiets is groter dan die auto. En dus, we hadden ook sowieso lijf, want we hadden een slaapzak mee. Maar ja, we hadden een tent mee, tent slaapzak. Mee, kussens. Ons spullen hadden we, gewoon een beetje kleding en zo. Tas hadden we mee. En die fiets, die moet die auto in. Maar we hadden er niet over nagedacht, mensen. Nogmaals, we waren niet voorbereid. Zijstraatje bij die dam daar. Wij op een gegeven moment denken, hoe gaan we die fiets erin stoppen? Hij kon niet door de kofferbak, daar past hij niet doorheen. Zwaai op een gegeven moment die fiets, deur open en druk. Moet je voorstellen, twee Marokkanen om 8:30 in Antwerpen, in een zijstraat met een fiets, die auto in duwen. Mensen lopen langs en ze kijken ons aan van, ja Marokkanen, wat doen jullie? Oh man, is dit gisteren, heel lachen man. Want de fiets is met rustig, gisteren, man. Hey. Zijn jullie al pack-up gevallen? Wij spreken die mensen op een gegeven moment ook gewoon aan van, ja, we zijn gefietst vanuit Amsterdam, ja, zo en zo. Ja, dat is wel zeker weer een ja. De deuren van de auto zijn eindelijk dicht. Gewoon echt gewoon bedreigd. Gewoon echt met moeite. Voor de niet-Arabische kijkers. Met moeite. Geduwd. Deur is eindelijk dicht. Zij zat ook op de achterbank. Hij kon niet meer weg van die fiets. Dus hij zat echt zeg maar helemaal zo krom. En ik start die auto en ik rijd terug. Tegen misschien mensen. Kijk, hij kijkt gelijk weg. Want hij weet wat ik ga zeggen. Ik heb die laatste pissie gefietst. Met al mijn kracht, mensen. Ik rijd een half uurtje weg uit Antwerpen. Ik kijk achter me. Ik hoor. Ja, precies dit hoor. Gewoon trauma, bro. Ik zie die man laag. Ja. Wacht. Want hij wil me nu echt lelijk zetten. Ik heb hem 2 keer gevraagd van bro, moet ik rijden? Ik weet nog goed en ik meen het. En het is niet erg, het is mijn eigen schuld. Ik heb het ook gewoon toe. Ik had echt iets, als hij het nog 1 keer vraagt, dan ga ik ja zeggen en dan ga ik slapen. Ik wachtte echt op die ene keer. Hij vraagt het niet meer. 1 keer is genoeg eigenlijk. Ik heb het 2 keer gevraagd. Zie bro, eigenlijk moet je zeggen, nee Oussama, stop nu. Ik neem het over. Dat is niet erg. Op zo'n moment.
bro. Wij komen aan in Hoofddorp, dat is een bushokje naast Schiphol. Ik zet die man af, ik rijd naar huis, ik val KO. Ik kon 3 dagen niet meer zitten, mensen. Ik had problemen mee, man. Ik lag alleen maar, ik was gewoon kapot. Uiteindelijk gewoon heel veel geld ingezameld, alhamdulillah. €4000 waren we super blij mee. En ook gewoon die ervaring op zich, omdat je kan zeggen van, ik ben gefietst naar Antwerpen. En met wat voor reden ook, dat is echt top, top ervaring. Ik heb wel gezegd, ik ga het nooit meer doen. Gaat niet gebeuren, we gaan het toch nog eens doen. Ja. Tenminste, Antwerpen weten we niet. We zijn eigenlijk gewoon een beetje aan het nadenken van, wat willen we nu doen? Ja. Dat is het meer. Het hoeft niet per se fietsen te zijn. We zijn echt nog een beetje zoekende naar, wat willen we doen? Weet je waar ik aan dacht? Dat heb ik nog niet tegen jou gezegd. Nee. Wat nou als we gaan hardlopen van bergen? Liep, ik kan sowieso niet hardlopen met mijn andere rug. Oh. Ik heb best alles weer, hè? Wil jij met mij hardlopen? Nee. Ik zoek jou. Wij zoeken een manier om geld in te gaan zamelen. Kom met iets geks. Bedenk het, hoe gek. En wij gaan het overwegen. Weet je toch? Ja, het is een hele goede. We gaan het overwegen. Sowieso zijn het locaties waar we naar op zoek zijn. Waar we heen kunnen fietsen. Want zeg maar, dat is nu iets waar we wel gewoon een beetje ons ding in hebben gevonden. Maar is het iets anders? Weet je toch? Een looproute of zo. Of niet hardlopen zijn. Een looproute of een andere manier van geld inzamelen. Is ook welkom. En dan gaan we jullie daar sowieso van op de hoogte houden. Het tweede wat we van jullie dus vragen is. Kennen jullie misschien een goed doel waar het geld naartoe kan? Een doel dat het goed kan gebruiken. Laat het weten. In de comments. Mensen, als je hebt gekeken. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En liken. Laat weten wat je ervan vond. Wat je ervan vond. Dat zegt Oes altijd. Ciao. Loes. Oes. Ciao. Ja, dat had ik je even. Deze video gaat nog door. Nee, fuck. Ciao.